Yes! Alida. Goedenavond iedereen. Bij Skinny Love en we koken live. Koken zonder bijkomen. Ik doe mijn mond niet meer open. Nee, dat gaat niet gaan. Hè. Ik dacht, ik kan Alida alles laten zeggen, maar dat was te moeilijk. Dat gaat niet lukken. Voilà, maar Alida, yes. Ik heb wel beslist. Ik zeg, kom aan, schat, ik wil eens geen 3 ton groentjes en de kids ook niet. We willen gewoon pasta bolognese. Ja. Dus oké. Okay. Maar Alida, wel skinny proof, hè? U vraagt wel draaien. Joël, hello, welkom erbij. Lila, wacht niet erop. Anaïs, jij bent mee hands-on voor alles. Dus heb jij de live al gezien nu? Nee, is dat een beetje? Ja, op de page, dan moet je even scrollen. Ja, daar. Helemaal terug naar boven. Nog. Voilà, en dan even wachten en dan gaan we ons normaal zien. Hey Cindy, Popjoy, fantastisch dat jullie erbij zijn. Ja, de andere kindjes zijn ook aan het zingen erbij. Alida, vertel maar al wat je van plan bent. Misschien ondertussen zie ik. Kom maar, dan is nu moeten we wel scrollen en zien dat je die live hebt hier. Ja, dus voilà, zoals we zeiden, we gaan skinny love proof pasta bolognese maken. Oké. En we gaan dat doen met lapvlees. Voilà, bien. Allee, we komt dat een beetje dichter. Ja. Dat is nu... Maar wacht, ik moet dat eens een beetje leren. Nee, maar we horen dat. Dus als jij laat spreekt, Alida, is dat allemaal goed. Yes. Oké, dus voilà. Hier is wel lapvlees. En dan, voilà. We gaan er... We hadden een bussel met bleekselderij, die dat eigenlijk bijna zijn verjaardag aan het vieren. Ja, die was aan het zingen. Ik heb die gevonden in de frigo. En die was, happy birthday to me. Voilà. Dus het is tijd dat we die gaan gebruiken. En we gaan die gewoon mee in de saus doen. We hebben gisteren ook gezien, hè, de schotel dat we gisteren samen hadden gemaakt. Alles was samen in die pot en dat was ontzettend lekker. En we gaan dat nu net hetzelfde doen. Dus zeiden, we gaan het lamsvlees gaan we bakken, we gaan dat aankruiden. We gaan er rode ajuinrouwen erbij doen. Ook nog zeker wat knoflook, super lekker. Als dat goed gebakken is, dan doe ik, dan ben ik even gaan zien, ofwel gaan we de passata er ineens bij doen, ofwel, ja, dan doen we die passata erbij en onze Skinny Love spicy tomato. Voor dan de lekkere, ja, lekkere saus eigenlijk, de tomatensaus te maken. Maar voor wel wat groentjes, dan doen we er, ik denk, dat dat quasi 2 bleekselderijen dat zijn. Eerst heb ik heel ding. Dat ligt allemaal in de ijskast en ja, dat is nu niet zo'n sexy groente, zal ik zeggen. Dat we dat direct altijd eten bij onze middaglunch of zo. Dus ik dacht, we gaan er ineens het beste ervan maken en we verwerken die gewoon lekker in dat gerechtje. Dus voilà, ik begin met de ajuin, kan ik beginnen, en met de loof. En dan gaan we dan ze biedt op het vuur zetten. En als... Oh, Lisa wil mee streamen. Alida, wacht hè. Ik doe eens ah, op. Ja, ja. Live gaan met Lisa. Ben benieuwd. We zijn al met 30 mensen. Oké, super. Misschien heeft Lisa gewoon een verkeerde knop. Nee, ze wil mee. Lisa, hello. Goeie. Hallo. Weet je dat je live mee aan het streamen bent of niet, Lisa? Ik denk niet. Jawel? Heb je hem. Ah, hello, dag. Voilà, ik zal even... Hallo, voilà, alle Facebookers zien jou ook. Voilà, je bent in één keer beroemd. Alles goed bij jou? Prima. Ah, super. Had je een vraag of iets, of zeg maar? Of wil je gewoon meekoken bij ons? Meekijken. Ah, wil je meekijken? Ah, cool. Super. Ah, wel, ska tof. Voilà, zie je. Je kunt hier mee. Hier, voilà, Lida, zie je eens even. Voilà, Marie zegt dag, schatjes van Patatjes Toel. Voilà. Hallo. Voilà. Je ziet, Anaïs, dan kun jij ook mee streamen, hè. Voilà, nee, cool. Dus ik doe gewoon even dat je terug gewoon kan kijken, hè. Super lief. Voilà, onze dochter is hier ook mee aan het zien, hè. Dankjewel, hoor. Tot zo, hè. Het wordt lekker. Dat kun je ook voor je kids maken. Onze kids vinden dat super lekker, hè. Groetjes van ons, hoor. Lisa, dankjewel. Bye-bye. Bye. Mensen verschieten af en toe, hè. Die denken van, oeh, in één keer heb ik op een knop geduwd en nu zie je heel de wereld mij. Wacht, dat is wel leuk, hè. Ja, dat is toch wel plezant. Het was de dokter waarschijnlijk die zei, mama, druk eens op die knop. Dus voilà, ik kan hier de rode ajuin helemaal in stukjes snijden. We zijn klein, petit bonhomme. Een sweat. En we gaan dan, ik denk 2 of 3, nou, en ik kan het ook 3 ajuinen niet doen. 3 van die rode ajuinen. Die gaan we dan fruiten in onze pot, in onze creuset, dezelfde van gisteren. En dan gaan we daar lekker dan dat lamsgehakt bij doen. Yes, zodoende dat we echt ja, deze schotel, hè, zo de traditionele, hoe moet ik het zeggen, de traditionele pasta bolognese, met een twist,
En Skinny Love Proof. Dus absoluut, zeker voor de quarantine time. Ik heb er net gelezen dat het nog gaat duren tot 3 mei. Dus tot 3 mei. Ik vond dat alleen... Ja, dat is eigenlijk wel grappig, tot 3 mei. Ik vond het alleen straks dat ze nog niet wisten voor de scholen. Ik zei tegen haar neef, ze zijn de sleutel kwijt. dat is toch wel spannend. Dat is toch wel spannend. Oké, okay, voilà. We zijn al eerste. Dat is al de tweede. Hup. Mag dat ook met kiepen gehakt? Dankjewel ineens dat je ziet. Liever niet. Zie, lams gehakt. Zeker zien die waar jij de kiep koopt, daar word je dik van. Garantie zit vol suiker, vol troela, vol hormonen en toestanden. Dus nee, veel beter. En dat is goed, want ik was nog even bezig met mijn post hier. Ze biedt, duik ik er wel in. Of nu. Maar zie, mensen... zijn zeer obese van rood vlees. Ik weet dat dat bij de Belgen onwaarschijnlijk is. Dat is een statussymbool of een macho-symbool van... hé, waar moet een stik hebben en waar moet een rood vlees hebben? Maar van rood vlees krijg je hart- en bloedziektes... of hoe noemt dat? Hart- en vaatziektes. En word je obese. Dus eet dat van lamsgehakt. Dat verandert je leven. Weet dat. Kippengehakt, koop het aan bio, maar dan nog. Dus lamsgehakt. Dat is het geheim van deze... Zie, dat zijn die piepkleine fouten die mensen fucking fat maken. Die zeggen, wow, weet je, ik maak dat wel met gewoon vlees van met een beenhouwer. Nee, ik doe een gewone kaas op. Het zal wel niet zo erg zijn. Light kaas maakt u 100% obese, niet 99. Voilà, los erop. De saus, vol suiker. Hup, zie je, dat zijn zo... Dat zijn 3 kleine dingetjes, maar dat scheelt 20 kilo per jaar. 20, hè? Wacht, maar voor de rest, relax Alida, the sky is yours. Ik doe hem terug even hiervoor, want ik moet nog een paar zonder bijkomen. Ja, ik kan hier, dus dat is mijn pot, ik kan er al olijfolie in doen. Yes. Als je een seconde wacht Alida, dan kan ik live komen dichterbij zien. Oké, wacht. Dan kan ik wel al ondertussen mijn loop persen, dan kan ik dat al doen. De eeuwige zoektocht naar de loopperser. Ah, die kan misschien nog in een ding zijn. Voilà. Oké, okay, dus dat is dat. 3 royaillaren en dan heb ik 2 teentjes loog. Yes. Maar keep on asking, hè. Ik vind dat goed. Sabiet, lees ik alles? Post maar uw vragen. We zijn al met 50 man. Dat wordt plezant. Je kunt dat nog delen. Wacht, daar zit. Wacht, daar zit er weer. Ik moet het er even terug uithalen. Het lukt me niet. Het lukt me niet. Voilà, ik kom al wat dichter. Is loeren en is. Doe eens op partage 1000 paars. Hoe zo'n een groep. Doe maar. Voilà. Allee. Ah, voilà. Nu wordt het wel lekker. Yes. Yes. Ik kan dat even eventjes. Ik kan dat nu. Lekker. Die pelletjes die ga ik al even in de vuilbak gooien. Heb, dat hij niet op een plank ligt. En dan heb ik al mijn groentjes hier. En dan ga ik dat sabiet in één keer in de pot doen. Sabiet in één keer in de pot. Hup. Allemaal te samen. En dan gaan we zien dat dat eigenlijk op een rustig vuurtje, dat zowel de ajuin als de look, dat dat glazig kan worden. Yes. Voilà. Ziezo. Allee, ik ga toch wel al verder hoor. Doe maar. Anders dan, gaan we hem niet kunnen klaarmaken, dus voilà. In de pot. In de pot. Doe maar. Hoppakee. Voilà, dan doe ik wat olijfolie in. Alida live. Oh, die wilde je ook dachtig. En dan ineens. Oké, de ajuin in de look. Volgorde? Ja, normaal gezien is het eerste ajuin, maar omdat je daar was... Ik wat tijd verspeelde, heb ik dan die look hier ook bij gedaan. Maar relax, normaal dat komt goed. Doe ik de look er nooit niet onmiddellijk bij. Oké. Wacht, ik lees misschien even alle dingetjes. Marie zegt, dag schatjes van patatjes. De Ivan is mee aan het kijken. Maar hij zegt, hier witte kool in wok met zoete patat. En op de laatste 10 stoofminuten doe ik er een tas gerst bij en boekwijd parels. Dat is top. Dan apart kabeljauwhuisjes klaargemaakt. Super. Angelique zegt ook, goedenavond. Hey, heb een deel van het menu gemist. Wat gebeurt er? Wel, we gaan pasta bolognese gaan we maken, maar skinny love proof. Dus in plaats van rund of varkensgehakt, gebruiken wij lamsgehakt. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Nadien, als we de
de pasta gaan koken. Hè. Ook belangrijk dat we boekweitpasta nemen. En nadien voor af te werken, doen we er dan geit of schapenkaas op. Hè, in plaats van gewoon de koeienkaas. Dus dat zijn zo de drie belangrijke dingen bij de Skinny Love Proof Pasta Bolognese. Is het lams gehakt, dan de boekweitpasta en dan onze schaap- of geitenkaas. En nu, zoals ik straks zei, wij hebben bleekselderij in de ijskast liggen. Die is al een beetje wakker worden, is een beetje helemaal ja, plat, eerlijk gezegd. Dus maar dat moet wel lukken in de pan, hè? Ja. Maar daarom dat ik dacht van, kijk, in plaats van dat we gewoon met tomatensaus gaan doen, dan gaan we gewoon die selder erbij doen in dat schaal. Jean zegt, fijne avond, Alain Alida. Zou weer lekker zijn. Ja, ik denk het ook. Boek e-mail met je. Onze buren zijn aan het meekijken. Hallo, voilà. Kunt mee, als we nog overschot hebben, kunnen we mee komen proeven. Dat mag niet in coronatijd, ben ik. Nee. Cindy zegt, smaakt dat gehakt vlees? Smaakt dat gehakt van lam zoals lamsvlees? Lust geen lam of misschien nog liever zonnevlees? Nee, wacht, ik ga dat even zeggen. Cindy, vind ik een heel goeie. Ik lust eigenlijk ook geen lam. Zoals ik lamskotletten, dan denk ik van, halleluja, ik heb dat vorige week dik tegen mijn goesting bij de start gegeten. Dan moet ik zeggen van, amai, Alida, het is zo lekker gemaakt. Want soms stinkt dat echt. Ik weet niet hoe dat komt, dat vlees. Maar bij lams gehakt van de Bioplanet heb ik dat nooit. En de kids ook niet. Dus ik zou zeggen, huur Dalida in. Want als zij dat maakt, is dat niet normaal lekker. Nee, ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer en zie wat dat geeft, wat je er zelf aan doet. Ah, je wilt niet gaan koken bij Cindy of Alina? Nee, daar kan het niet over. We mogen niet uit ons kot komen. Ah, ja, maar daarna, na 5 mei of na 5 augustus, lezen ze nog aan het denken. Alissa is er ook bij en die zegt, hey Alain, Alida, ik heb gisteren vandaag, wacht, ik heb gisteren en vandaag het eenpansgerecht gemaakt van gisteren. Oké, okay. Eén pan, dat is gemakkelijk, dan is het niet zo'n grote afwas, hè? Ja, voilà. Absoluut. Olivier, die zegt, heb deze middag het gerecht van Dalida van gisterenavond gemaakt, was top. Kip smolt als boter in mijn mond, rijst was net bij het gaar, is beter dan deze, wacht hè, is beter dan deze helemaal zacht is. Ja. Bedankt voor de toffe suggesties. Hey, super lief. Met veel plezier. Dank je wel. Oké, voilà, ik heb dat hier op 7 gezet. Dus ik denk dat dat in de comments gisteren ook was, dat er iemand zei, of eergisteren, ik weet het niet meer, van ja, bij mij bakt het vaak aan. Ik denk heel belangrijk, zeker ook als we nu de Royan Ayan zo glazig willen maken, zet dat nu vuur niet op 9, zet dat maar op 7 of op 6, dat dat op een rustige manier, dat eigenlijk zo, ja, bakt aan elkaar. En dat ruikt zo, heeft zo'n hele specifieke geur, eigenlijk van zodra dat dat glazig is, heeft dat zo'n specifieke geur. Ik vind dat super lekker. Voilà. Nu pas doe ik dan de loof erbij. Zeg, Alida, yes. Want Cindy die gelooft dat nog altijd niet, maar terecht, hè, ze blijft kritisch. Ze zegt, je proeft het dus echt niet dat het lam is. Zie je, degene die de meest kritische smaak thuis heeft, is Aurélie. Dus we gaan Aurélie straks laten proeven. En die gaat zeggen van, of dat lekker is of niet. En dan ga je weten of dat je nu echt lam proeft of niet. Maar normaal gezien 100% niet. Pascal die zegt, goedenavond Alain en Alida. Vandaag mijn bestelling ontvangen. Wereld top service. Vandaag past die naak gekocht en eens een sprit met rode biet proeven. Ziet er weer lekker uit. Ah, super lief. Dus Cindy, Aurélie, komt ze biet proeven en dan gaat zeggen hoe laat het is. Oké, okay, dat hebben we al. Dus wie, quand c'est prêt, tu peux venir goûter. Hein? Tu dis aux gens si c'est bon, oui ou non. Ja. Hier is onze lams gehakt. Alain is dat gaan halen, maar ik weet niet hoeveel... Wat is dat? Is dat een halve kilo? Dat is een halve kilo. In overschot eten we morgen, hè, Lila. Maar dan heb ik het gewoon over te zeggen hoeveel dat is. Is tofu ook skinny proof? Ja, tofu is perfect skinny proof. Yes, ik heb nog iemand die mee wil streamen. We gaan eens zien. Wacht, hè. Ik probeer de knop te duwen. Wacht, hè. En nu is het dan de kunst om up. Met Brenda. We gaan eens zien of dat Brenda... we zijn aan het wachten. Dus Lisa, goeie vraag. Tofu is helemaal skinny proof. Yes. En dan pret je dat erbij. Ja, en dan is het eigenlijk... Brenda zal mee in de pot zitten. Brenda, je bent mee live. Hallo Brenda. Hallo. Ja, ah, cool. Welkom erbij. Ik heb gisteren het recept gemaakt met de asperges en de aubergine. Ja? Heel lekker. Asperge en aubergine. Dankjewel. Ah, voilà. Dankjewel, super lief. Dankjewel, Brenda. Pas op, en deze pasta bolognese moet ook maken. Die is de max. Yes. Ja, en skinny love proof. Hoe cool is dat? Iedereen lust wel pasta bolognese, nu, hè? Ja. Alexie, wil je middag zeggen aan iedereen? C'est Brenda, je connais pas. Nu wel, nu kennen we elkaar wel. Jawel. Dus voilà. Brenda, had jij nog een vraag? Of hoe lang ben je aan skinny loven? Of eet je al eenmaal skinny love proof? Of zeg maar even. Nou, beginnen. Ik wacht op mijn bestelling. Ah, dat is kei lief.
maken. Ah, voilà, dat is al cool. En ja, zie, anders zouden wij hier niet meer al onze familie livestreamen. Het werkt bij iedereen, maar we zijn ook een duurzaam familiebedrijf, zeg ik altijd. Dus het is geen mirakelmiddel, hè. Voilà. Skinny Love gaat uw smaakprofiel veranderen, uw porties verkleinen, energie geven. Allee, als je aan het knikken, uw huid beter leven, soepeler zijn in gewrichten. En dan ga je zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus van mij moet je niet heel je leven gaan veranderen. Maar het zijn leuke tips dat we nu geven. En ik denk voor in quarantaine dat je niet echt bijkomt. Voilà, is dat al perfect als je al zo kookt en Skinny Love gaat je laten vermageren. Dus voilà, dat is goed, hè. Hé, hey Stefan, goedenavond. Stefan van den Heijden is erbij van Habit, een van onze trouwe partners sinds de start van ons bedrijfje in de IT-wereld. Dus al diegenen die een bedrijf hebben en IT-vragen hebben, of kunnen bij Stefan terecht. Ja. Voilà. Voilà, die, ik denk heel belangrijk om te ik kom bij, ja. Je moet zeker je gehakt, dat je er geregeld door hebt prakt, ofwel met een vork of met een oude lepel. Wacht, één seconde. Brenda, ik ga jou, heb je nog iets te vragen of zo? Want anders, want het piept een beetje, ga ik het afzetten. Nee, ik ben er nu mee weg, maar ik moet beginnen te koken. Oké. Tot ziens. Dankjewel, superleuk dat je erbij waart ertussen. Hè. Dankjewel hoor. En tot snel. Bye bye. Voilà, cool. Nee, vertel maar, Lila. Dus vooraleer dat we de saus er gaan bijdoen, vind ik het wel belangrijk om te zeggen dat je ziet dat heel je vlees bruin geworden is, zal ik maar zeggen. Dus dat niet meer roos ziet. Waarom zeg ik dat? In vlees, ja, jullie weten dat wel, je moet altijd zien dat dat goed doorkookt is. Je weet doorbakken. Nooit, ja, allee, of gebakken is. Je weet nooit, hè, er zit altijd wel een tand dat daar een bacterie zit. We weten dat niet op voorhand. Dus zie dat je gehakt altijd goed doorbakken is. Vooraleer dat je de saus, want weet dat, als je die saus erbij doet, dan zie je dat eigenlijk niet meer zo. En dan zou je te snel je pot van het vuur halen, terwijl dat vlees nog niet helemaal goed doorbakken is. Dus dat is wel een belangrijke om te weten. Cool. Dus we blijven roeren. Hey, maar ik ga nu wel wat bijkruiden. Onze peper, want dat is niet gekruid lams gehakt. Dus wat peper, dan mag je wel bij. Ook wat belangrijk zijn zo geen bolognese kruiden gebruiken. Want daar zitten, hey, gelijk in paprika chips, smaakversterkers in, gelijk in soep extracten van. Ik zeg het, weet ik niet. Maar voilà. Alida, vertel maar even. En dan de herbamare van Dr. Herbamare, Vogel. Ja, kruiden, voilà. Zout, dat ik er een beetje ga bijdoen. Ziet, gaan we het wel nog meer op smaak brengen. Hè? Dus dat is nog niet alles. Deze is gewoon puur even voor het vlees. Ze bieden nog de saus, hè, dat we moeten maken. Hé, Koze, kom maar. Hij is mee aan het kijken. Linda is ook mee aan het kijken. Zegt, ik vind deze kookuitzendingen fantastisch. Zeker voor iemand zoals ik, geen keukenprinses, is echt veel hulp ervan. Ah, super, Linda. En vraag maar wat je wil, hè. Zegt maar ja, zout. Linda, wat ga jij vanavond maken? Voilà. Ben benieuwd, Linda. Tel eens. Kijk, cool. Plezant. Hé, hey Chris. Goedenavond. Voilà, welkom erbij. Dat begint al stilletjes aan. Voilà, echt zien dat al die roze stukjes dat die weg zijn. Dat is het belangrijkste. He, al dat roze moet weg zijn. Dan zijn we zeker dat dat goed doorbakken is. Alice, Ali geeft een tip. Die zegt korianderpoeder niet vergeten. Maar koriander erin. Maar we hebben een dochter die niet zo zot is van koriander. Alleen ik ben zot van koriander. Maar we hebben één in het gezin die dat niet zo lekker vindt. Dus we moeten water in onze wijn doen voor iedereen zien. Omdat deze nu een eenpans gericht is. Dus we gaan er geen koriander. En eigenlijk, ja? Er is zeker, want ik heb er, ik weet niet, een paar dagen geleden ook nog aan gedacht. Van zo misschien zo nog eens zo bij soba-noedels. En dan zo'n lekker wokgericht. En daarmee koriander erin en citroengras. Perfect. En jam. Ah, ik heb hier een Thaise basiliek gekocht in Alila. Zie. Ah, voilà. Thaise basiliek. Ja, ik heb hier een hele kruidentuin in de pombak. Voilà. Oeps, nee, maar Alice, goed voor de tip. Geef maar tips, hè. Mag je meeproeven, Alida? Gisteren hebben we nu Relax Live mogen koken alleen. Ja, alleen. Ah, oui, bien goûté. Maar c'est pas encore fait. Attends, de suite. Dat tu veux déjà goûter? Allez, goûte, bien goûté. Si, c'est bon. Tu dis si c'est bon, oui ou non. Alida, spannend, hè, met de kids live. Kinderen gaan... C'est bon? C'est chaud. C'est bon. Oké, voilà. Dus je ziet, Cindy, maar dat is niet de meest kritische, Alexie. Die heeft al wel een topsmaak, maar Aurélie is de meest kritische. Dus hou er vast, mama. Voor ze biedt. Ik kan er nu al wel de passata bij doen. Dus passata is zo, van zo een gezeefde tomatensaus. En hier zit er nog basilicum bij. En dat is een biologische versie, is dat.
Dus daar zit enkel en alleen in. Wacht, we gaan eens zien wat staat Nederlands hier. Gezeefde tomaten, basilicum, punt. Dat ziet. Voilà. Dat heel belangrijk, want van daar zitten ze vol suikers, verstopte suikers in alle goedkope supermarkten. Cindy zegt, inderdaad, ik ben ook een ramp in de keuken. Ons mama kookt en de mannen gaan hiernaast eten bij ons mama. Dus bij de fleuven, maar super gemakkelijk. En deze gerechtjes schrijf ik uit. Ah, super, al veel geleerd. Dus Cindy, je hebt gezien en gehoord, dat proeft echt niet een lam. Dat is keizot, maar dat is, als je dat zo maakt, is dat echt heel lekker. Ik heb daar gewoon een klein beetje water bij gedaan. Linda zegt, morgen dus spaghetti bolognese. En vandaag, ik ga de schotel die je gisteren gemaakt hebt, proberen na te maken. En ik ben nu ingrediënten aan het opschrijven. Ja, want om te morgen te gaan winkelen. Fantastisch. Dus Alida, ja, herhaal misschien nog eens. Wacht, ik zit hier. Alisali zegt, Alida, we moeten kookworkshops samen gaan introduceren. Ja, ik denk dat wel. Dat kan plezant zijn, hè. Voilà. In de nieuwe wereld, Alisali. Ja. Ik kan nog wel plezant zijn, hè. Ja, ja. Mathieu zegt, goedenavond. Hallo. Zien die toch blij? Oké. Dus je hebt alleen dat erbij gedaan, hè? Want deel met een babbel. Ja. Oké. Okay. Voilà, nu ga ik dat even laten trekken. Dat is wel een coole pot. Wij zijn er niet door gesponsord. Maar als je daarin kookt, die zijn bangelijk. Le creuset. Echt waar. Ja. Ziet er altijd lekker uit, zegt Mathieu. Ja, dankjewel. Okay. Het is ook lekker. Stien, goedenavond. Ik zet het op 6 en ik doe het deksel erop. En dan kan dat weer rustig de tijd pakken dat de smaak van dat lamsvlees ook in die tomatensaus gaat. Dus dat lekker kan vermengen in die loop dat we er hebben bijgedaan. Cindy had nog een vraag, maar het is 680 ml. Cindy, en voor alle anderen, dat is geen liter, 680 ml passata. Ja, en normaal gezien ga ik deze er ook nog bij doen, maar ik ga ze biedt even naar de smaak proeven. Dus dat is onze spicy tomato, onze spread, omdat die wel wat lekker afsmaakt. Er zit ook basilicum bij, er zit ook wat look bij, gedroogde tomaatjes en een beetje, was dat een beetje chili of zoiets? Ja. En dat geeft dat toch nog voor zo'n extra twist. Zo. Alida, ik heb nog goed nieuws van Mathieu, die zegt, door jullie kan ik er tegenaan. Ah, voilà, super. Cool hè. En Angelique zegt, klopt hier ook één in naas. En Alisali geeft nog een tip, die zegt een laurierbladje. Dat is wel een goed idee. Oh, wacht. Alisali, je bent te snel af. Maar je hebt wel gelijk. Want ja, ik vind dat een goed idee. Ik had het in mijn hoofd en ik ging het eigenlijk bijna vergeten. Dus ah, voilà. Cool, hè. Thank you very much. Zie dat. Dat is goed. En ik moet zeggen, ik heb dat gisteren ook gezegd, dat doet mij echt zo aan mijn jeugd denken dat dat zo'n beetje old fashion is. Maar dat geeft wel echt een lekkere smaak. Ik had er gisteren 3 blaadjes in het gerecht gedaan en ik kan dat nu terug doen. En ik wil er ook nog tijm. Dus van het tijmplantje dat we ergens hier hebben liggen. Wat is tijmplantje? Ginder. Ja, is. Oeh, mei. Daar ging de iPad bijna. Voilà. Hier al onze potjes. Nog een gsm. Moet ik nog op een knop duwen? Ik denk het niet. Oei. Geen Tomorrowland, zeggen ze net op het nieuws. Ja. Er gaat niks gebeuren, hè. Wanneer ik mag ik eens komen aanschuiven, vraagt Yannick. Ja, als we uit ons kot mogen, maar dat is toch niet. Dus hier is geraste schapenkaas. Dat scheelt u kilo's per jaar. Geen light kopen, geen grillen, geen weet ik wat voor iets. Geen leren zolen, je weet welke naam dat ik wil zeggen. Dat zijn toch van die kazen die zo... Dat weet ik niet. Die gasten zien er zelfs in bio nu. Alisali zegt, rozemarijn kan ook wel lekker zijn. Ja, je moet alleen een schaar vinden. Hè? Een schaar. Ja, de kids spelen altijd met al die scharen. Hè? Schaar? Nee, wie ziet de schaar liggen? Misschien is dat nog een quiz. Ziet er iemand de schaar liggen? Nee, ja, dat is bij de kinderen. Maar trek dat gewoon af, Lila. Ja, meer een beetje. Voilà. Pecorino kan ook. Ja. Ja, niks zegt deal. Voilà. Linda zegt, ja, laurier doet mij ook denken aan stoofvlees van mijn weile man. Ja, dat is zo. Ah, ja. Allee. Ik vind stoofvlees al van zich niet te doen. Ik noem dat altijd, want in Frans zeggen ze zo goulash, hè, maar dan zet ik er altijd het woord de voor, van de goulash. Ik heb dat nooit niet gegeten. Dus ik ken laurierbladen van verse keuken. Maar ik kan geloven dat dat wel een traditionele schotel is. Dat mensen veel eten. Maar niet waar, Kosse? Misschien kun je zien voor zo'n kiel of proef te maken nu? Ja. En dan eet ik tofu, hè. Voilà, hier, voilà. Up. Bye. Hij is weg. Zeg, die gsm zullen er eens in gooien. Oké, ik zet terug dat deksel erop. Dat maakt niet uit. Dat mag op zijn gemakje, mag dat blijven eigenlijk door
pruttelen, zal ik maar zeggen, dat al die lekkere smaken door elkaar vermengd worden. Oké. Okay. Deze is perfect. En dan gaan we nu op de witte bleekselderij. Ik denk dat dat misschien wel heel veel is. Maar ja, tuurlijk dat. Dat is te veel. Dat is te much. Maar bon, het is plezant. Wacht, hè. We gaan zo de slap doe maar even, hè. En deze is voor morgen. Nee, dan moeten wij maar morgenmiddag voor lunch wat selder eten. Hè. Oh, maar jij kunt ook zo'n sapje maken, dat lijken. Allee. Ik drink geen sapjes, maar ik wil dat wel maken voor jou. Ah ja, dat is dus... Dat wist je niet, hè? Ja. Het is niet erg, Alida. Maar skinny lovers drinken geen sap, maar dat is goed, nee, dat ik zeg. En weet je waarom? Ik zal dat al de ander zeggen, want die maken ook allemaal sapjes. Gelijk mijn vrouw. Ik drink geen sapjes, omdat ik vroeger duizenden sapjes in mijn leven heb gedronken. En als je een sapje drinkt... Zie, als ik zo twee stokken selder eet nu, dan eet ik ze beet al niks meer. Maar als ik er een sapje van maak, dan eet ik nog vier... dan eet ik nog vier van die pasta schotels. Dus, Alida, geen sapjes voor skinny lovers. Nee, ja. Nanda zegt misschien kunnen soepje maken. Ah, nee, no fucking soep! Zie, maar dat is, als ik zo niet heel actief mee in ding zijn, want Alida had gezegd, je gaat niet te veel spreken, hè. Want gisteren was het zo vlot gegaan. Ik zeg, ja, oké, dan. En niet bewegen met die gsm's. Maar je ziet, Alida, dan af en toe wel zoiets van, oei, tja, ik zeg een sapje, maar dat is niks, hè. Weten we dat, wij wel doen? Wat zie, doen ik doe dat soms, maar dan zie je dat niet. Wat ik eet zo'n blad van een of ander kruid en dan bijt ik in een appel. Ja, dat is zot lekker. Misschien kan ik dat wel eens doen met een stuk selder. Als je dat nu live doet... Ja, maar ik ga er wel een stukje niet afsnijden, hoor. Ja, maar laat maar gewoon bijten. Ja, wacht even. Ah, give it to me. Niet dat laatste. Ja, maar daarom snij ik het eraf. Ah. En dan... Een beetje van die Thaise basiliek. In mijn mond. Oké. Oh. Je weet wat ik moet eten? Alila, laat eens proeven. Dat is de meest kritische. Laat maar eens proeven. Alida begint al te zweten. Ik ook, hè. Ik ook. Ik begin te zweten. Dit is bon, wil je nou, hè. Voilà. Amai. Ah, maar ze is gentil. Ah, voilà. Alle waarheid komt uit de kindermond. Dat is cool. Ga dat. Wacht, hè. Dat moet alleen zien dat niet te warm is. Moet je dat zo'n chaud. Nee. Het wordt stil. C'est encore trop chaud, mais peut-être dans une nouvelle cuillère, Lila. Spannend. Hyper bon. Ah, man, c'est gentil. Man, yes, Alida. Zeg, maar dat was wel... Lila, ben je allergisch aan rauwe selder of niet? Nee. En ineens, pak dit een stuk voor jou? Ja. Een stuk rauwe selder met zo één bladje in? Dat, ja. Dat is precies parfum in je mond. Echt super lekker. Allee, we gaan dat zo doen. Allee, test eens. Een goede apéro. Ja, dat is echt kei lekker. Gewoon in één keer, hè. Bam. Kom wat dichter. Dan gaan jullie twee in beeld. En? Ja. Ja of nee, of is het van... Oei. Ja, zo oké. Maar voor te zeggen van... We gaan dan weer een heel aperoschotel mee maken. Nee, maar... Dat moet er nog creatiever toe komen. Allee, Lila, dat is zo gewoon geschift lekker. Ja, dat zeg ik niet, maar zo... Nee, maar wat je moet snappen, is van... Dat parfum smaak, die bom in je mond, is gewoon waanzin. Voilà, cool. Dat vond ik toch wel. Hier thuis minder. Maar bon, oké, smaken verschillen. Dankjewel dat jullie hebben geproefd. Linda zegt, Thaise basilicum, hebt u dat gekocht in de Bioplanet? Ja, ik heb dat gekocht. Dat is kei lief dat je dat vraagt. Ja. Yes. Oké. Okay. Voilà, dus in bleekselderij gaan we... En wat gaan we daarmee doen? Schat, ik heb dat er juist al gezegd. Wat kan ik ermee doen? Ik weet het niet. In de pot doen. Bij het vlees en toestanden, rechtstreeks. Ja. Oké, okay, cool. We moeten die groentjes toch opeten. En die liggen er maar te... Nee, goed idee. Ja, dat kan wel. Dat kan wel lekker zijn. Ik pak nog een stukje voor mij. Mm. Dat was... Of wel bepaalde andere groentjes, dat je zegt van die moeten opgebruikt worden. Maar als je dat goed bereidt, dan is dat perfect lekker. Geregeld moet ik in pasta bolognese, als ik dat ook nog maak, nog worteltjes. Maar ja, we hadden gisteren al wortelen gegeten, dus dat gaan we er nu niet bij doen. Maar deze is perfect lekker. Dus ik bijvoorbeeld ook zo, hè,
zo'n traditioneel Belgisch recept is zo, wat is dat? Gehaktballen in tomatensaus met selder. Voilà, dus ik heb daaraan gedacht van oké, als mensen daar lusten... Ah, goed gedacht, dat is daarom. Ja, 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 ja. Een tomatensaus met gehakt en dan selder er ook bij lusten. Daar komt het eigenlijk super, aan. Super, ja, ja. Dus ik heb die link gemaakt. Dag Bruno, goedenavond. Linda zegt op het lijstje van morgen, want die is lekker, hè. Ja, de Thaise basiliek is echt lekker. Cindy zegt, top. Ze was zo overtuigd dat ik het probeer. Thanks, Aurélie. Misschien fout geschreven. Ja, zonder E. Cindy, maar het is niks gezinnen, schat. Oké. Okay. Dat prutelt zo op nummer 6, hè, Alida. Voilà. Yes. Wat heb je gezien? Wacht, hè. Kan dat kwaad dat dat iets te lang opstaat? Ik stel zomaar van die vragen. Nee. Nee, absoluut niet. Want eigenlijk... Hè, want dat is nu een tomatensaus dat hieruit komt. Maar... in de typische Italiaanse keuken, voor een echte tomatensaus van verse tomaten, kun je ook eens een keer doen. Dat is als je dat moet een tijd ervoor pakken. Dan beginnen ze eigenlijk 's ochtends vroeg aan die tomatensaus. En die is pas 's avonds tegen 10 uur is die klaar. Ja, of de nacht laten trekken in toestellen. Ik ben vroeger een paar keer naar Sicilië geweest en daar bij een familie blijven slapen. En die mama was van 's ochtends vroeg altijd aan het koken en oh, heerlijke, overheerlijke gerechten. Laat, we gaan er nog bij doen, hè. Ja, dat mag nog een beetje, hè. Ja. Super. Ja. Waar zit hier in? Heb jij dat niet gevolgd, alleen wat daarin zit? Nee, want ik ben al die dingen mee aan het lezen hier, hè. Ah. Ja, mocht. Dat liet nog niks in. Ik dacht, oh, ik heb hier iets gemist, zeg. Je bent niet gefilmd. All right, cool. Dat was een verrassing. De pasta komt erin al, hè. Ah. Alright. Wacht, hè. Hilde is erbij. Hey, Hilde, wat eet jij? Ik zie dat we minder volgers hebben vandaag, maar je weet hoe dat komt, Alida? Nee. Iedereen is naar de live dingen aan het zien van het ministerie, of hoe noemt dat? Want okay. Dat is nu. Oké, okay. Ja, belangrijk, hè? Ja. Vertel het ons, hè? Ja, voilà, maar dat kunnen ze wel in delay zien, hè? Gisteren had Alida 4000 viewers, Alida, op hun... schotel. Als al die 4000 mensen die een schotel gaan maken, gaan ze niet weten hoe lekker dat je was, hè? Was echt fenomenaal. Hij was echt goed. Ja, was echt top. Oké, okay. Nog iets anders? Ja, we gaan het eerst toch nog bij doen, hoor. Oké. Okay. We zijn nog maar niet vergeten, we zijn met 5. Ah ja, nu dat je... Nee, maar we zijn met 5, we moeten voldoende groentjes eten. Dan als ik dat lijn, je moet wel opletten, hè. Qui veut encore quoi? C'est à vous. Mets-les de côté. On fait pas mal, Alexis. Ja. De kindjes hebben wel heel mooi samengespeeld vandaag. Hè. Ik denk dat ik wel een beetje Lisa, zegt hier... sorry, Lila, dat ik jou onderbreek. Ben je allergisch aan de selder? Ja. Aan de rauwe, hè? Ja, ik weet dat wel. Is er een ander alternatief voor groenten? Want ik lust geen selder. Heel belangrijk te weten. Wacht. Alida, voordat je alternatieven geeft... Ik lustte dat vroeger ook niet. Dus... Je moet weten, want je skinny loved nog niet zo lang, hè. Hoe langer dat je skinny loved, hoe meer groente en fruit dat je gaat lusten. Dat klinkt geschift, ik weet dat. Dat is heel raar. Alida zou zeggen, alleen maar hoe kun je dat bewijzen? Je kunt dat niet bewijzen. Ja, we kunnen dat nu bewijzen met meer dan 300.000 klanten die hun smaakprofiel is veranderd. Dus heel veel mensen die zo jong zijn als ik, die 55 zijn, die nooit geen vissen meer gegeten in hun leven. Hè. Die kregen een paar krammel thuis. In die tijd gaven ze dat nog, van als je je bord niet op had. En die zeiden van, mijn leven eet ik nog nooit vis. En die zagen wij dan visjes eten. Die dachten van, ik kon dat eens proeven. En die zeiden van, oh my god, dat is lekker. Dus je ziet maar, het kan nu zijn dat je dat niet lust. En dan, gelijk dat Alida zegt, worteltjes is perfect. Ja, Alida, heb je nog een ander? Ja, wacht hè. Rode paprika. Oké, okay, perfect. Ik kan je daar ook perfect in blokjes in doen, absoluut. Als jullie nog ideeën hebben, zet ze erbij. En maar proef maar eens, je gaat verschieten. En gelijk dat ik zeg met dat lamsvlees, hè. Want ik zo zelden gebakken, ik vind dat eigenlijk niet eten. Maar hierin vind ik dat wel top lekker. Dus het heeft zo allemaal te maken met de combinaties van smaken ook. Ja, en dat niet alleen, maar toch de juiste bereidheid, toch voldoende dingen bereiden... als je soms misschien iets te vroeg stopt met koken, dan is het nog te hard, bij wijze van spreken, een groentje. Doe het te lang, dan is het helemaal plat gekookt. Dus geregeld wel een keer proeven en zien van, nog even het in die saus laten bijvoorbeeld. Want wat dat nu wel goed is, is in die tomatensaus, dat gehakt, die 3 rode ajuins, die 2 teentjes look, de... Hans, nie hou. De dingen dat we erbij hebben gedaan, de... Allee, nu zeg ik met een draad kwijt. Alida, maar zeg even dag aan de Rens. Hij is in Shanghai bij ons zien. Voilà, toch wel cool.
hoe is het daar? Is het leven terug een beetje normaal? Ging erachter? Voilà. Vele groetjes van ons. Voilà. Dat is een vriend van ons die in Shanghai mee aan het kijken is. Wat ik dan vertellen? Wacht, ik nog even. Linda zegt, ze zullen allemaal komen zien nu, want het is net gedaan op tv. Voilà. Okay. Ik draai dat even om. Lisa, die zegt ondertussen van... Oké, super bedankt. Ik wacht nog op mijn bestelling, dus moet nog met Skinny Love beginnen. En wel gezien. Dus relax, alle spullen dat je nu niet lust, probeer dat maar eens per maand en je gaat zien. Dat je verschiet van, tja, Tomme, wat lust ik nu? Dus Alida, je was bezig over je saus. Ja, de saus. Chantal, goedenavond. Kijk, cool dat je erbij bent. Dat je soms de tijd moet geven dat de smaken met elkaar vermengd kunnen worden. En okay. Dat de, al die smaken gewoon overal, ja, langs, moet ik het zeggen, door, door heel die pot eigenlijk erdoor... ja, dat de aroma echt doorkomt. Dan Hans zegt, het komt stilaan terug op gang in Shanghai. Allee, dat is voilà. Fantastisch nieuws, hè? Ja. Hier ligt nog alles plat. Maar buiten de keuken van Alain Alida. Van Alida en Alain. Sylvana, goedenavond. Voilà, maar ik denk dat dat al... Chantal, maak maar eens reclame voor jouw coole winkel. Voilà. Zet uw website er maar even op. Alida koopt af en toe kleedjes bij Chantal. Van Gelatos. Mm. Voilà. Ah, maar dat is van Chantal. Ah, voilà. Oké, okay, cool. Voilà, Chantal. Dat is van jou. Voilà. Dat is wel toevallig. Dat is toevallig, hè. Cool. Ja, wacht, zie. Dus nu, wat is er gebeurd? Ik heb er heel veel groentjes in gedaan. Maar nu is er te veel groentjes voor te weinig saus. En ik wil het nog afsmaken. Dus ik mis wat... Ja, ik mis wat body eigenlijk aan de tomatensaus. Oké. Okay. Dat is heel vaak met gewone tomatensaus... dat dat nogal een hele neutrale smaak kan zijn. Dus die zal je eigen van daar meer schakeringen in te geven. En ofwel doe je daar iets pikants bij bijvoorbeeld. Ofwel ga je met iets zouter werken. Bijvoorbeeld met zwarte olijvenpasta dat je er zou kunnen indoen. Wij gaan de spicy tomato gaan we erbij doen. En ik ga hem ook nog een beetje... ik denk wel... Cindy heeft nog een vraag. Die zegt, hoe noemt die witte pot? Welke witte pot? Deze. Ah, Le Creuset. Hier, wacht, ik kunt dat... hier zie je het ongeveer. Ja. Le Creuset. Dat is ook al zo'n merk dat... Wat is dat? 50 jaar bestaat, 100 jaar bestaat. Ja, ja. Maar echte toppotten. En uw eten blijft daar heel lang in warm, et cetera, et cetera. Vroeger, ik kan mij dat nog herinneren, bij mijn grootouders zagen die potten altijd oranje. Ja. Fleur oranje. En die kunnen ook in de oven zetten, et cetera, et cetera. En we zijn er niet door gesponsord. Nee, nee. Dat is een verjaardagscadeautje van die mama. Ja, ja, ja. We mogen momenteel 4 mei terug starten. Momenteel, hè. Plantenzaken mogen open en doe het zelf zaken mogen open. Allee, iedereen gaat... 4 mei? Nee, nee, nu. Nu al? Ja, en vanaf 4 mei mag je alles terug open, zeggen ze. Goed, hè. Allee, okay, dat ziet er goed uit. Dankjewel voor de update, Cindy. Vroeger waren ze oranje, zegt Nanda. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dus, kids, ik heb slecht nieuws. De school gaat open waarschijnlijk 4 mei. Ja, nee. Jawel, Alexie zei deze ochtend... Alexie had wel deze ochtend gezegd wanneer hij terug naar school kon, want hij mist zijn vriendjes wel. Ah, ja, dan heeft hem de genen van de mama, niet van de papa. Pas op, dat is in de wereld ook, hè. Maar ja, natuurlijk dat. Door, en je juffrouw ook. Je juffrouw is belangrijk voor de kinderen. Linda die zegt, ik heb nog zo'n oranje van mijn oma in gebruik. Ah, cool. Cool. Nathalie zegt 3 mijl, hè. Ah, nee. Cindy zegt 4 mijl. Oké, ladies, weet wat je wilt. 3 of 4. En Cindy zegt, Bert werkt bij Kookpotten de Meijeren. Die hebben ze daar, denk ik. Ah, voilà, cool, voilà. Nee, nee, misschien. Was het nu gisteren pastinaak of peterseliewortel? Dat is de vraag van de avond, hè. Dat is de vraag van de eeuw. Van de eeuw, hè. Maar, en vandaag waren er geen in de Bioplanet. Die is ouder dan ik, denk ik, die pot. Ja, ja, dat zal wel zijn, Linda. Natuurlijk dan. Maar ik denk dat de ladies hebben gewonnen... En dat het pastinaak was. Was super lekker. En gauw een tip van Alida van dat niet te schillen. Want dan hadden ze het patatgevoel. Patatgevoel. Wacht even, hè. Aan 3 mei is zondag. Paul zegt smakelijk. Linda zegt maandag 4 mei. Maar allee, weet je, dat klinkt al toch wel reachable. 4 mei, als de wereld dan terug kan bewegen, ja. Toch in België, dat zou toch al wel fantastisch zijn, dus wat hè? Wat kan ik nu doen? Ik ga er toch nog een beetje van die groentebouillon erbij doen. Dus ik pak een klein beetje water in een koppertje. Weet je, Alida, mag ik jou even een pluim geven? Ja. Want dat is wat jij doet. Ik heb vroeger heel veel tv gemaakt voor Piet Huizentruid op VTM, et cetera. Ik heb die leren gezond koken en zo.
En dan, die deed je dat niet, want die recepten moesten zogezegd altijd perfect zijn. Snap je? Al de recepten op tv. En als je dat dan maakt, is het zoiets van, is het deze? Of het is dan te zo ingewikkeld. Maar wat dat jij doet, je leert de mensen ook bijtunen van de gerechten. Dat is wel schitterend, weet je? Ja, en dat is goed. Het is dan je eigen smaakpatroon natuurlijk ook. Hè. Je moet dat zelf proeven. Zoals ik zei, van, wil je er iets spicy bij doen? Of ieder, of misschien iets zuurder. Je hebt sommige mensen die graag iets zuurder erbij doen. Of iets zouter. Wil je voor zout gaan, dan kun je eventueel veel sojasaus, shoyu of tamari. Of hetgeen dat ik zei, tapenade erbij. Miso zou hier goed in passen, vind ik. Nee, schat. Oké, okay, af en toe zeg ik sowieso iets zout, maar... Nee, heb je geen goed idee? Geen miso, oké. Okay. Niet in dit gerecht. Oké. In andere gerechten wel, hè, maar in dit gerecht niet. Lina zegt, goed geantwoord Alain, ik ben jonger dan de pot. Ik heb pastinaak gekocht voor vandaag. Zeg nu niet dat ik verkeerd ben, hè. Zie. Fantastisch. Ik denk dat ik er eigenlijk zelfs nog een teentje ook kan bij. Zeg, voor al diegenen die een bedrijf hebben of die reclame voor een bedrijf willen maken, dat past in ons concept. Nu niet als je voor werkt, maar vooral dan zou ik zeggen... geen light bedrijf, maar voor al de andere post uw bedrijven hier maar eens. We kunnen elkaar maar helpen, hè. Voilà. Als je zegt, ja. Cindy, je moet nog veel boekingen hebben en alle anderen, zet het er maar in. Alida, en hoe proef het nu? Ja, wel, ik ben nog niet helemaal tevreden. Dus daarom dat ik zeg van, ik kan nog bijkruiden. Ik kan er geen groentjes meer insteken, want het is al voldoende met groentjes. Maar ik kan er nog een teentje loop bij doen. Oké. Okay. Ja. Ik laat jullie nog eens de schapenkaas zien voor al diegenen die zeggen, ik mag dat niet. Ik weet dat jullie dat wel mogen. Ga naar de Bioplanet, vraag daar de geraste schapenkaas. Ze gaan u daar helpen. En dan gaat je zien van, amai, dan al het gelijk. Weet al, het is lekker. Dus, niet vergeten, hè. Lamsvlees, lamsgehakt, schapenkaas of geitenkaas gerast of pecorino. Dat is 1000 miljoen keer. Dat de mensen gaan zeggen, maar alle mensen die dik zijn, hè, die zeggen dat. Ik ook zo. Joh, maar dat kan toch niet, hè. Van dat, snap je? Ik ben alleen de look aan het zoeken, schat. De look, het kan zijn dat hem op is. Ik heb geen look gekocht, zit vergeten. Foei. Wacht, hè. Dat ben je niet zien. Hot en spicy erin, Alida. Voilà. Daar zit wel... Ja, maar dat is de spicy voor de kids. Nee, maar als je daar een tik van in doet, is dat goed. Dan doe ik thyme salie erbij. Oké. Okay. Dat heb ik gisteren in ons gerecht ook gedaan. Dat vangt nog lekker. Moet ik alleen een potje vinden? Hier. Alida. Aki. De grote. Yes. Katrien, goedenavond. Vanavond Bolognese. Blijf kijken. Alida, laat eens voor Katrien zien. Yes. Voilà. Tadaa. Voilà. Ziet er top uit, hè? En de pasta komt hier. Ja, dat is nu nog mijn lege pot. Ik zie. Cindy, die vraagt welk potje van Alain zit erbij. Tomaat, basilicum, peper. Wacht, hè. Welk potje van Alain? Ik ga niet meer volgen. Wacht, dat zal die spicy tomaten zijn. Ah, ja? Deze hier. De spicy tomato. Daar heb ik er eenmaal in gedaan. Oké, okay. Was het dat, Cindy? Dat je vroeg? Ja, denk het wel. Voilà. Aurélie, tout va bien? Oké. Laat mij al eens proeven, Lila. Yes. Moet zien dat je niet verbrandt. I sue you. Lila, dat is top. Dat is perfect. Dat is echt perfect. Echt topper. Niks meer aan doen. Ja, maar het moet nog wel blijven opstaan. Want, zoals ik zeg, dat is nu belangrijk dat je dan nog even laat opstaan. Zodoende dat je een witte bleekselderij, dat je wel wat zachter kan worden. Want anders gaan kinderen dat niet zo lekker vinden als dat zoiets te krokant is. En dan is je smaak iets minder uitgesproken. Cindy is blij. Het volgende is... De pasta. De pasta, ja. Oké. Nog een lekker wegzetten. Ik ga dat hier al even... Doe je in dat water OXO voor de pasta? Smaak te geven? Oh. Nee. Ah, ik dacht niks, dat. Niks. Ook geen goede boter zometeen in de, nee. Als het water weg is. Nee. Ah, enkel olijfolie. Allee, fantastisch. Wacht, hè. Voilà, ja, zo. En we zijn... Alain is gisteren naar de winkel in Antwerpen in Hasselt gegaan. Voor de moment zijn die winkels nog gesloten. En we hebben daar nu geen 300 pakken gevonden, hè. We hebben er nog wel wat gevonden. Ik heb er voor ons thuis 3 of 4 gehouden. En de rest is allemaal in de store in Conti. Oké. Okay. Ik heb dan veel gezegd van, zet dat niet online. Al de mensen die nu pak pasta willen, stuur een bericht. Voilà. Of als je niet langs Conti kunt komen. Dus niet vergeten.
Cindy zegt, ja, ik verwar dat altijd met een hot and spicy. Maar de spicy tomato is veel zachter dan hot and spicy. Hij is veel braver. Oké, ja, bij vooral, ons dat is... Een vooral die zo jong zijn als ik. Wacht even, Alida, iets van iets grappen vertellen. Alida had dat hier gedaan. Ik vond dat schitterend. Dat is zo wat David Hamilton look. Wie kent dat nog, David Hamilton? David Hamilton, wat is dat? Ja, kent dat niet. Baywatch? Nee. Oei. Nee, dat is David Hasselhoff of zoiets. Ja. Maar wacht, ik ben eens benieuwd of dat ze dat kennen. David dus, Hamilton. Cooking water at the cooker. Let's do it, Lila. Hoe lang moet dat ding koken? 7 of 8 minuten is dat. Ja. 7 of 8 minuten. Als je dat dingetje opentrekt, dan staat het erin, hè. Maar ik krijg het is dat... moeilijk open te doen. Het is moeilijk open te trekken. Je moet er heel goede nagels voor hebben. Want zie, dan trek je het er weer helemaal af. Maar bon, dat is goed, dan weten we dat voor de volgende verpakking. Ik kan het nog herinneren, 7 of 8 minuten. Ja, het is lang geleden dat we die hebben gegeten, hè? Oh ja, het is lang uit stok. Allee, ja. Ik heb dat eigenlijk nog altijd uit stok. Linda zegt hier, ik heb een bericht gestuurd naar Phil, maar kan er geen kopen, zei Phil. Maar jawel, ga. Ik zal dat wel arrangeren. Nou, dan kookt hij niet over zoals in de kookpot. Maar die heeft een tip, Alida. Yeah. Ze zegt, ik zet mijn boekweitpasta onder kokend water in de microgolf. 10 minuten. Oké. Ja. Nog nooit geprobeerd, maar... Nee. Dat zal zeker wel kunnen. Wij gaan het hier een beetje opvatten. Klop, alles erin. Ah, oh, ik heb honger. Het ziet er goed uit. Zalig. Oké. Mijn shake is op. Ik weet niet die van jullie. Alida, de shake ook. Ik heb hem er net gevoeld, hè. Dus schiet erin. Ja, we gaan zien dat het kookt. We hebben een Zoom-meeting gedaan van 3 uur of zoiets. Ja, toch ik, heb geslapen. Mijn ogen zoomen nog. Dat was zo wel cool. Cindy zegt, ik ken de spicy tomato niet. Wel, ik zal wat meer reclame maken voor onze eigen producten dan. Hè. Waar is hem? In de vuilbak? Nee. In de glasbak? Hier is hem. Dat is de lege pot. Is zeer lekker. Je weet, iedereen heeft zo'n story bij ons. En deze heeft een story van de broer van Alida. Zeg, die is zijn naam. Felix. De Felix. Ja. Voilà. Felix is mee met mij naar Duitsland geweest voor de productie van die spicy tomato. En hij heeft zo de finishing touch erin gedaan. Hij zei, doe dat er nog eens in. Kom, we gaan dat doen. Hup, bam. En dat was super lekker. Mogen er ook champignons in? Oh, vraagt Cindy. Ik was nog aan het denken met een champignons in te doen. Maar onze kinderen vinden dat niet zo lekker, champignons. Ik heb portobello's gekocht voor ons deze week. Dus dan kunnen we wel eens iets doen, hè? Ja, voor ons. Hoe heet je zo? Oh. Oh. Ik ben niet vrai, Aurélie. Moi, je suis en train de et Alexis vient tout casser chez moi. Alexis, tu peux pas casser, toi. Gentil, hein. Peace and love. Maar ja, dat kan wel gebeuren tussen broers en zussen, hè. Bedoel, zoals ik zeg, ze hebben al heel mooi samengespeeld. Ze hebben al mooi gewerkt voor school. Hè, deze ochtend. Ja, ze hebben dat schitterend gedaan. Ja, ze werken hè, voor school deze ochtend. Ook zo via Zoom. Dat is dan de vriendin van mijn papa. Zij is een lerares. Het vierde leerjaar, dus ze helpt ons daar een beetje mee. En dan, voilà, dus... Nadia ze zegt... Het is eigenlijk al braaf gedaan. Nadia zegt, is super spicy tomato, mijn favoriet. Ah, super. Voilà, dan kan de Felix eens bij jou komen koken, Nadia. Dus, voilà. We zijn er bijna, nog 5 minuutjes en dan is dat klaar. Oh, maar dat kan wel zijn. Ik ben aan het denken. Linda, wat jij zegt in verband met die pasta. Ik denk dat we dat gaan houden voor... want normaal kunnen wij opsturen vanuit onze winkel in Contig. Maar nu gaat dat niet, met de corona. Dus dan gaat dat niet lukken. Dat is just, dan is het enkel voor de mensen die naar Contig gaan. Die kunnen wel boekweit pasta kopen. Maar onze excuses, hè, maar dat komt allemaal door de corona. En die goed. Het is chaud, attention, hè. Oké. Encore meilleur que l'autre fois. Je proeft echt geen lam. En dat is juist het leuke wat ik zeg. En je zegt er ook, ons kids zijn niet gebrainwashed. Die moeten niet zeggen ja. Dus als je dat weet, pas dat eens toe. Probeer maar eens en je gaat zien wat we dekken. Dat is wel lekker. Dus dat is een truc. Alida, hoeveel ginger blast time sali heb je erin gedaan? Ik heb daar maar een beetje in gedaan. Ik denk, zoiets. Echt een mespuntje of wat? Wacht, hè. C'est bon, Alexis? Ah, Lisa zegt, ik ga nu ook koken, alvast Skinny Love Proof. Nee, dat is niet juist. Je hebt gezegd, ik ga Skinny Love Proof koken. Dat is niet Skinny Love Proof koken. Ik ga speldpasta, wokgerecht met grote garnalen en groentjes.
Dat is geen ramp, je moet dat niet weggooien. Maar ik ben obese geworden, niet van soubri, maar wel van speldpasta. Dus als je dat weet, zeg je van, oh, dat wist ik niet. Dus 100% boekweitpasta is de enige pasta waar je niet van bij komt. Alle andere pasta's op de planeet, soms trap ik er nog zelf in. Want weet je nog, Alida, dat ik ervoor zo, ja, een chic pakje had gekocht, een heel mooi in een biowinkel, van een rijstpasta. En ik dacht, oh, dat moet wel lukken, zo fout zal het niet zijn. Bam, keiveel erbij. Dus weet dat, van spelpasta word je dik. Ik zeg dat maar, hè. Het zijn gewoon free tips. Wij worden niet betaald voor dat, hè. Yes, ik doe het een beetje lager, want het is nou serieus aan het koken. Dus oké. Ik kan eigenlijk op drie. Weet je, als dat, dat kan dat zo rustig nog zo... Hoi. Wat is met elkaar? Allee, het in de fiets. Ja, maar twee. Dat is goed, whatever. De kids hebben honger, zeggen ze. Dat is waar, voilà. Voilà, zeg, ik kan die kandekommetjes pakken. Cindy, dat je David Hamilton niet kent, dat is niks. Maar Google te mis, maar je vindt er niet meer van terug. Maar... En wie is dat? Want ik ken die ook niet, hè? Nee, maar jullie zijn veel te jong. Ja, maar vertel dan wie dat is, hè? Nee, dat is zo wel wat spannend. Ja, wat is dat, dat is zo, ah wel, maar dat is zo'n geheimje van mij. Ik vind dat wel flauw. Allee, dat was vroeger, heel lang geleden, als ik piep was, ik ben 55... Nou was dat waar je zo romantisch papier van kon kopen. Briefpapier. Zo mijn eerste liefdesbrieven waren daarop geschreven. En dat was allemaal zo gelijk deze. Zo, weet je, zo een beetje. Ja, en dan nog een palmboompje ervoor. Linda zegt... En heb jij veel liefdesbrieven geschreven? Viel mee. Nu stuur ik jou virtuele bloemen. Dat is ook al cool, hè? Maar ik weet wel als ik zo... Weet dat, 7, 8, 9 jaar, dan was dat zo wel echt in en trendy, dat alle meisjes zo, wat is dat? Is dat briefpapier? Ja, toch briefpapier. Ah, voilà. En zo met een paardje erop en dan had ik zo Afrikaans briefpapier en zo dat aan ruilen, et cetera. En op dat moment zat ik in de klas met Astrid Koppers, vroeger heette ze Astrid Bryan, maar Astrid Koppers, en wij... deden dat zo samen, zo het briefpapier uitwisselen en dat was zoiets. Ja, dat was eigenlijk ontzettend... Ja, dat hoorde er gewoon bij. En dan zo parfum erop doen. Ah, voilà. Gewoon bijhouden, nee, niks meer doen, hè. Dat was zo gewoon... Ah, dat was niet voor de jongens te geven. Nee, we waren een meisjesschool al. Oké. Er waren geen jongens. Selina zegt, hey, goedenavond. Maar wacht, er waren nog allemaal berichtjes hier die ik niet heb gezien. Lisa die zegt, oei, dat wist ik niet. Nee, fantastisch. Daarom zijn we hier ook dag en nacht, Alida en ik, in ons team om jullie te helpen. Dus post alles wat je eet. Dan kunnen we de kleine foutjes eruit halen. Dat is kei belangrijk. Een boek kwijt kon je niet bestellen. Alida, staan die Japanse toestanden niet erop bij ons? De soba noodles. Ik denk het wel. Normaal staan er soba noodles op. Die zijn 100% boekweitproof. Je moet dat niet bij ons kopen, maar je kan ze kopen bij Bioplanet ook, voilà. Ali Sali zegt, Alain, volgens mij heb jij een rijstpasta-trauma. Ik ga dat pinnen, want dat vind ik wel een hele goeie. Inderdaad. Cindy zegt nog, Alida, dat zie je dat de kinderen niet gebrainwashed zijn. Het kwam er echt heel oprecht uit. Zalig. Wat schaft de pot, zegt Selina. Alida, zeg het nog eens grap. Yes, kijk hier. Voilà. Dus, pasta bolognese. Pasta bolognese, maar skinny love proof. Dus dat wil zeggen, dat is met lams gehakt. Een halve kilo lams gehakt. 3 rode ajuinen. 2 teentjes knoflook. 3 van die blaadjes. Piept, Alida. Piept. Onze boekweitpasta, die moet ik je wel afmaken. Eerst proeven, hè. Of dat hem... En je weet, dit is heilig water bij de Japanners. Dat, als je dat water drinkt, leef je langer. Ready? Nee. Nee, voilà, daarom altijd eerst proeven. Ja. Dus Selina, ben je blij? Dus we eten pasta waar je niet van bij komt. De essentiële fouten zijn dat mensen biologische speldpasta gaan gebruiken. Of whatever. En gehakt gewoon gaan kopen. Deze is lams gehakt. Dus en wat heb ik er nog bij gedaan? Dus nee, Lida, even wachten. Dan doen ze er tomatensaus in die gesuikerd is. Dan gebruiken ze bijvoorbeeld light kaas of koekaas. Voilà. Dus dat is, Lisa, jij zegt dat nu uit. Het is wel biologisch. Maar Lisa weet dat ik het ventje dat Skinny Love heeft uitgevonden, 100 kilo hoog van biologisch gecertificeerd eten. Bio-label wil niet zeggen dat je mager en gezond bent, hè? Tegenovergestelde. Vegan nog erger, hè?
Vegan zit bommenste vol suiker. Bio zit bomvol verkeerde olie, verkeerde granen, et cetera, et cetera. Dus voilà, dat je dat maar weet. Er is iets in je briefpapier, Alida. Was dat van Diddel? Wacht, Diddel, dat zegt mij iets. Dat was zo'n ventje. Zo, of een muizeken of zoiets, Diddel. Dat zegt mij wel iets. Ja, 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 Astrid Nuyens. Ja, Astrid Nuyens. Vanessa zegt, dat ziet er super lekker uit. Kan ik dat ook maken, maar met runs? En is de boekweitpasta al terug beschikbaar? Vanessa, je kan dat maken met de soba-noedel die wij verkopen. En je kan dat maken niet met runs, want van mij mogen jullie maken wat je wilt. Hè? Maar als je dik wilt blijven of gewicht blijven bijkomen ooit, ja, dan blijf de runs eten. Doe dat met lamsgehakt en dan kom je niet bij. En dat is 100 keer lekkerder. Serena zegt, interessant die pasta. Zijn jullie nu nog open met de corona of is het online? Wil wel eens proberen. Wij zijn open in Contig, 7/7. En online, 7/7 en dag en nacht. We gaan nu eens... Maar je mocht dat gaan kopen in een bioplanet, hè, die pasta. Hè. In bioplanet hebben ze, als je goed zoekt, 100% boekweitpasta. Maar het is lief dat je het in een familiebedrijf wilt kopen, als dat van ons. Oké, merci voor de uitleg. Ik leer nog veel bij. Natuurlijk dan. En c'est bon. C'est chaud, pas op. Ja, dat zijn wel coole potten, maar wel verbrandende potten. Allee, hoe noemt dat? Yes. Oké. En dan is de kunst. Alles hierin. Alida in de mist. In een damp. Geplaatst. Daar gaat ons heilig water. Ja. En dan afspoelen met koud water. Even. Dat is een keer goed. Zie, heel belangrijk van dat goed af te spoelen, anders koeken die aan elkaar. En dan direct olijfolie opdoen en let's do it. Wacht, hè. I'm there. Een andere lepel pakken, hier zit nog een klein beetje, maar dat is niet zo erg. Die laat ik er altijd in. Als ik er van plakken, een klein beetje olijfolie doe ik hier van onder dan. Yes. Oké. En dan doen we... I follow you. Ja, de pasta erbij. Floep. En dan doe ik er wel terug olijfolie bij. Marie die heeft hier een leuk berichtje. Die van jullie is wel veel lekkerder. Dan Felicia in Bioplanet. Dankjewel. Dus eigenlijk digitaal, want dat komt uit Italië. En toch nog eens even contact oppakken met Italianen. Ja, maar subtiel vragen, hè, want ja, is dat wel vrij spannend. Oké. Voilà, yes, totally ready, Freddy. En dat is zot. Weet je waarom dat ik daar niet van bij kom in Alida? Omdat boekwijd geeft u veel sneller een voldaan gevoel en veel langer. Dus normaal met pasta eet ik serieuze volumes. Met deze kunnen dat niet. Dus dat is plezant om te weten. Maar dan gaan mensen tegen mij zeggen, maar ik kan nog 2 of 3 komen gezeten. Ja, maar dan had je misschien ervoor het dubbel op. Snap je? En je gaat een veel langer voldaan gevoel. Jullie dit vaker doen, want ik kom voor het eerst kijken. Maar je mag wel wat vaker live komen tijdens het koken. Wel, maar we doen dat. Selina, Alida kookt iedere dag live. En ik tetter ertussen de hele tijd live. Iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag om 18 uur. Ja. En we gaan dat proberen na de corona dat vol te houden. Ook we gaan zien. We gaan zien of dat lukt, maar ik denk dat wel, want dat is wel present. We hebben heel veel viewers. Alida, nog een minuut 46. Maar het is klaar? Het is klaar? Oké, maar maak 1 kommetje. Je hebt een minuut 42 seconden. Waar is mijn kommetje? Pak rap een nieuw. 1 minuut 37. Oké. Anderhalve minuut. Dat moet nog lukken. Instagrammers, wij zijn niet boos op jullie, maar Instagram stopt na een uur. Yes. Voilà. Dus we hebben een uur ons goed geamuseerd. Voilà. We hopen dat we jullie er hebben van genoten. Dus de boekwijnpasta. En dan onze Skinny Love Proof. Oh my god. Bolognese saus met selder en met lamsvlees. Voilà. Yes. En dan wat kaas op. En dan... Zet mijn stokjes erbij, want dan zal ik ook nog even vertellen waarom dat ik mijn stokjes eet. Yep. Linda zegt de portobello's niet maken zonder mij, hè? Oké, cool, dat komt goed. Morgenavond zijn we helemaal terug. Voilà. En Linda gaat nog mijn stokjes erin doen. Waarom eet ik graag mijn stokjes? Ik ben een sloek op. Ik kan niet alles veranderen, net als jullie. Dus en met stokjes eet ik toch rustiger. Zie, ik ben zo'n Duracell konijn, voordat jullie het zeggen. Ik eet dat niet met stokjes. Ik eet dat gewoon met een vork. Relax. En met een lepel. Maar fantastisch, schat. You rock. Voilà. Fijne avond. Instagrammers, Facebookers, jullie kunnen blijven zien.
Groetjes, ik duw op de stop. Bye-bye. Bye. Laat het smaken. Dankjewel. Groetjes, super lief allemaal. Oké. Okay. Ja, het is gelukt. Delen in verhaal. 74 toch mensen die live aan het kijken waren op Instagram. Hey, het ziet er bangelijk uit, Lila. Jam. Goed gedaan. Ik ga de kinderen aan tafel roepen ze. Ja. En dan kunnen wij lekker eten. Ik hoop dat jullie ook lekker gaan eten vanavond. En ja, ik zou zeggen, geniet van jullie mooie avond. Ik zie dat het zonnetje schijnt. Dus als je buiten gaat wandelen, zie dat je goed oppast. Wij gaan een tour doen. Want ik heb social distancing. Dus altijd aan de overkant van een trottoir gaan wandelen. Als er mensen zijn. Voilà, en dan kunnen we nog veel buiten gaan wandelen in een luchtje scheppen. Cool. En terwijl streamen we misschien nog eens van eten zijn. Voor Real Stories. Dat is niet hier, dat is op Instagram. Groetjes. Bye-bye. Bye.